ging bij de eerste hondenacteercursus liep niet zo smooth. Dus doet Inge een tweede poging. Okay, so what I'm gonna go ahead and do is if you wanna, I'll take the leash. Let's see what happens. Good. Look, I have the leash now. What are you gonna do? You're gonna take a piece of food? So let's see how close we can get him to this. Just trying to get him used to that. Oh, it's a scary piece of foam. Good boy. Do you see this one? Is this a good one? Go jump through hoops. Go on. It's like, why? Jump through hoops. Go. Tripod. Go. Very good. Come here. Wat? Arme draaien. Het is geen circushond. Ze zien niet goed bij de hoofd door een hoepeltje heen. You can do it. I should have shut my mouth. I think maybe if I'm not even here, he might be a whole different dog. You know, we can see what would happen. Okay, let's see what happens when mama's not here. Because I might be the problem of all of it. Ja, ik dacht, als ik de ruimte even uitga, dan luistert hij misschien naar iemand anders. Maar volgens mij gebeurt dat niet. Tripod, know that his mom's... Ik keek om het hoekje, toen zag ik hem voor het raam staan. Hij zag mij voordat ik hem zag. Twy luistert niet naar andere mensen. Ja, hij luistert alleen maar naar mij. Dus dat wordt een totale drama. You're not even interested in Mocha. You just want mom. Hallo, look what I found. Toen kwam ik een heel vet, klein, rond bolletje wol tegen in de gang. Zo schattig. Alright, so he's a no-go for the acting world, yeah, I guess. Yeah, he's not ready yet, I'm sorry. It would take a lot of socialization and some confidence building with him, but at this point in time, he's not ready to become an animal actor, unfortunately. An animal actor, that's so funny.